Ik weet wel dat bijvoorbeeld op ruimtelijke ordening, dat we daar nog wel meesken nodig uh, in hebben. Ingenieursbureau, daar hebben we nog meesken nodig om te zien van, uh, de, hoe komen wij eruit te zien en waar komen wij De gemeente Dantemadiel ziet het meesten. Zijn 60 vacatures moeten gevuld worden. Maar op de in oordeling zie je ze meer meesken als op de oren. Het sociaal domein, dus de WMO, de jeugdzorg, de participatiewet, ik weet even dat we hem relatief goed gevuld hebben. Dus, daar zal weinig vacatures komen, maar dat is natuurlijk ook een superbelangrijk domein, want dat rekken de meesten direct. Dus op cruciale processen gaan we het meest wel inrichten. Een heel soort naar je potentiële baan, dus. Maak je in de u dan uw hier eens op zo'n steering? Uh, dat denk ik net, want ik werk in een zorgen van Ja, in dat middel is wel. Ja, ik heb een goede baan, dus dat hoeft eigenlijk net. Ik ben al uh, op mijn leeftijd dat ik net meer hoef. <laughs> maar dat is geweldig, toch? Ik ga er work in jou, dus. Uh... Mijn die wel de gemeente De gemeente gaat vanochtend in januari zelfstandig verder. En dan binnen 60 vacatures, natuurlijk, won heel soort. Maar volgens wethouder Kempenaar, zullen het werk net stil komen te liggen. We hebben wel een afspraak, mijn maat eerst, dat mensen tijdelijk hier nog gedetacheerd worden, zodat de werkzaamheden hier net uh, stokken. Dus dat is wel borg. Dat is een plan B, maar daar kan ik vooralsnog absoluut net van uit, want het is. Uh, een vrij unieke campagne volgens mij, dus ik verwacht hier heel wat van.